Een melding brandstichting. Er zou iemand brand zijn aan het stichten. En dat mag niet. Kom hier dan. Kom op dan. Kom op dan. Wapenstokje, ja, ja. Kijk. Hoppa. Uitstappen, iedereen. Kom op. Keerslichten dan. Nou, die negeert hij. Oh, hij knalt er niet op. Terug doen. Je bent dus aangehouden. Wow, shit. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en Moor. En vandaag ga ik op pad samen met Kim. En we gaan op pad met deze Vito. Hij is gemaakt door Hui Mods. Shout out naar hun. Ja, het is bijna precies de Nederlandse Vito. Natuurlijk is er ook wel eentje gemaakt van het ministerie van Mods. Die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Het enige verschil daarbij is dat dit raam waar ik nu voor sta, dat die dan helemaal wit is. En de rest is dan helemaal geblondeerd. En dat is eigenlijk meer een hondenwagen eigenlijk. Dit lijkt dan eigenlijk meer op de personenwagen. Ik zal nu even wat foto's in beeld laten komen van GTA en in het echt. Van beide voertuigen. Het enige wat wel is, is dat hier de achterraam anders is. En zo is hij in het echt in ieder geval niet. Maar ik vind hem toch wel vet, dus ik ga hem zeker even gebruiken. Nog wel een klein nadeel aan. Ik liep net even weg van de Vito en toen ging verdween die. Eerst na 100 meter of zo verdween alleen de deuren of zoiets. En toen verdween de hele Vito. In ieder geval, voertuigcontrole, stop en 12-01, volgende, 12-01. Oranje, misschien wel even een beetje aanpassen, 11 of zo, ja meestal 11 is dat een goeie, en ik ga er wel, dit is dan zoeken, en groen, enige wat, maar dat ligt allemaal misschien ook aan mij, als ik groen, of als ik dit aanzet, dan zo te zien wordt de omgeving niet verlicht, en als je groen aanzet, zie je, achter mij, dan gebeurt het wel. Dus dat is wel jammer. In ieder geval, we gaan de straat op. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Te melden, ja natuurlijk met Kim. Dat is anders dan Wim. Citizens reporting arson on Gomez Street. Rijdt alsjeblieft prio 1. Melding brandstichting, er zou iemand brand zijn aan het stichten en dat mag niet. Brandweer rijdt mee als het goed is. Melding aan de raf, ik ja, ik ken de melding een beetje. Normaal zou je natuurlijk alleen de sirene gaat er even af trouwens. Normaal zou je niet met sirene aankomen rijden, aangezien het een heterdaad situatie kan betreffen, maar de brandweer is er al. En dat is puur omdat ik de melding ken, dus ik weet dat hier de dader niet meer aanwezig is. Precies wel in de fik staat, het strand of waar ik nu rij of niks meer, ah daar, dat huisje. Politie is te plaatsen. Kiflan. Wie zegt dat? Hallo. Ja, oké. Okay. Hmm. Oké, okay, ja, is goed hoor. Als we hier niks meer hoeven te doen, dan gaan wij zoeken. De bevelvoerder meldt mij dat ze iemand zagen rennen in die richting. En mevrouw, mogelijk met een jerrycan. Dus waar je brandstof, benzine of zo in kan doen. Dus die gaan we eens zoeken. Die gaan we ook wel vinden. Nou, die rent toch wat snel. Daarachter. Die gaan niet tussendoor. Laatst gezien hier zo. Mogelijk dat ze hier het steegje in ging.
Nee, motor die naar links ging. Ja, daarachter. Hier zo. Even stoppen. Kom hier dan. Kom op dan. Kom op dan. Wapenstokje hier, joh. Kijk. Hoppa. Anders nog iets? Hè? Ik ben aangehouden. Op knieën zitten. Er wordt geweld gebruikt. Voila. Ja, nu ben je nokkie, hè. Hij is gewoon dikke pult. Letterlijk. En dan moet je deze kant op, het gaat niet helemaal lekker met mijn vrouw. Ze viel mij aan, toen viel ze bij z'n neer. Die moet verwerken. Medical aid requested in the Spitchy. Officers report an injured civilian. An ambulance requested. Van. Rockford Hills. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Alles veilig verder hoor. You bet. Ja, mevrouw leeft weer, gaat naar het ziekenhuis en daar zal een collega bij haar blijven. Om er aan te... ja, ze is aangehouden, dat heb ik er medegedeeld, nu een soort van. En een collega zal bij het ziekenhuis bij haar blijven tot ze met een slag mag. En als ze met een slag mag, dan gaat ze meteen... oh, sorry. Meteen door naar het ziekenhuis. Of net naar het politiebureau samen met die collega dan. Kunnen wij doorgaan? Citizens reporting an attempted bank heist so. In Del Perro Beach. Do not use lights and sirens. Okay. Respond code 1. Code 1? What is that? Code... oh, okay. Er zouden... shit, dat is op de parkeerplaats. Deze melding is ten einde. Goed werk. Er zouden mannen of vrouwen, of mannen en vrouwen in een voertuig zitten. En die gaan een bank overvallen. Nu hebben wij dat opgemerkt en gaan wij ze proberen klem te zetten en dus BTGV uit te voeren. En ze rijden over het strand. Wat is deze? Daarachter gaan ze. Heb ik die Volvo erin liggen? Dat is weer. Target vehicle license plate 2-5-Charles-X-Ray-David-9-8-3. Dan gaan ze over het strand. Kan dat met deze Vito? Nee, hè? Verdachten gaan over het strand. Ja, waarschijnlijk richting een bank. Nou, het is onbekend of ze al een bank ook hebben overvallen. We hebben nog geen meldingen ervan gekregen. We kunnen wel volgen, maar we kunnen niet het strand op. Want dan komen we gewoon simpelweg vast te zitten met onze Vito. Maar ze moeten uiteindelijk toch ergens het strand verlaten. Plek komt dichterbij. We hebben ze in het zicht. We gaan een stopteken geven. Ze lijken niet te gaan stoppen. Ze geven gas. En ze zijn toch gestopt. We gaan even achter het voertuig staan. En we willen graag met spoed eenheden deze kant op hebben. Voor een BTGV. En aangezien ze met meerdere mannen erin zitten, kan dit wel eens uit de hand gaan lopen. Blauw geluid. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in ja, dat is natuurlijk een rotpositie waar we staan. Dus of de collega's hier daadwerkelijk gaan komen, weet ik niet. Ze rijden steeds dezelfde route en dan rijden ze daarin en worden ze daar weer opnieuw ingespand. Dus ik denk dat we het zelf maar moeten gaan doen. Gaan we het zelf doen? Ja, we moeten wel. Kunnen we ook gewoon. En deze zie je team. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Een AT-10 deze kant laten komen. Een collega vraagt.
En als zij er zijn, of bijna zijn, dan vallen we aan in dat opzicht. Ja, die Vite snapt het toch. Bijna. Oeh, hij snapt het bijna. Ja, rechtdoor, rechtdoor. En dan draai je er... Nee, niet. Ik kan op... Oh, zon. Daisy komt van de andere kant. Oké, uitstappen. Handen omhoog, allemaal. Handen omhoog, vuurlijnen collega's. Uitstappen, iedereen. Kom op. Uitstappen. Uitstappen. Oké, dan doen we het wel gewoon zo. Heel simpel. Zie je? Uitstappen. Allemaal. Handen omhoog. Handen omhoog. Hey, hallo. Daisy, help. Dan gaan er drie rennen. Achtervolging. Meerdere in deze kant op. Pak ze, pak ze, pak ze. Ja. 12:05, ik ben onderweg. Omdraaien. You were going straight to jail last night. Iedereen aangehouden. Alles onder controle. Er wordt geschoten. Ambu is aanrijdend. Eén collega vraagt om assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in the Spoochie Beach. 12:05, ik ben terug. Dat is goed. Nou, de verdachte is geboeid, maar er wordt toch nog even neergeschoten. Mooi man. Oh, ik hoef geen ambu. Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for an assault with a deadly weapon. Die rijdt hier. Past dat? Past perfect, ja. Iemand gaat hier ons zo meteen... die gaan we zo meteen treffen. Die rijdt hier. ANPR-camera's hebben die gespot. En die zou iemand hebben aangevallen, in ieder geval met een dodelijk wapen. Daar vliegt een meisje van de motor af. Attention unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. Gaat er vandoor. Zou dus vuurwapen gevaarlijk zijn. En dan krijg je mooi. Ja, dat klopt niet helemaal met die motorrijder. Dan gaan we even snel achteraan. Dat klopt ook iets niet, maar goed, we pakken voor die motorrijder. Die zou je rode dan net pakken. En hier weer, zonder helm ook nog. Stopstreep hier wordt genegeerd, want hij vliegt vooruit. Hier gaan we naar een kruispunt met stoplichten, geloof ik. Keerslichten dan. Nou, die negeert hij. Oh, hij knalt ergens op. Ja, dat is niet zo handig zonder helm, hè vriend. Even staan, want dat is wegrijden bij plaatsongeval. Oké. Okay. Taxirijder gaat regelen voor je nog. Dus, op een rijtje. Gevaarlijk rijgedrag. Verlaat de plaatsongeval. Daarbij komt ook nog rijden zonder helm. Nou, die zet hij nu op. Een beetje te laat. Even volgen. Hier zijn allemaal geen veilige plekken om een verkeerscontrole uit te voeren. Dus dat doen we dan ook niet. Waar ligt hier? Ja, hier is wel een goed plekje. Goedendag. Hallo. We rijden een motorrijbewijs van u zien. Waar was je helm? Oké, okay, en heb je iets gedronken? En ook drugs gehad? Nee, oké. Okay. Goed, maar voor mij in ieder geval even afstappen. Of, nou ja, stel maar even af inderdaad. Maar voor mij even blazen. Dat ik stop zeg. Dus ja, boem is blazen. Botsen is blazen. Dat gaan we sowieso doen. Stop maar. Oké. Okay. Gaan we nog even speekseltest afnemen. Als je dat niet wilt aan meewerken, dan word je sowieso ook aangehouden. Blijf even staan ook.
Nice. We hebben op dit moment aangehouden. Voor verlaten plaats ongeval. Wij gaan dat even allemaal onderzoeken. Ben niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Nog omdraaien, hand op je rug doen. Krijg handboeien om van jou en mijn veiligheid. Zo. So. Ik kan niet veel, transportauto gaat ook niet. En nu rijden ze door. Als je een blauw aan had, dan stop ze weer. Ik ga in ieder geval door, want dit duurt me allemaal te lang. En dat loos hadden we ook meldingen voor kunnen rijden. Citizens report a disturbance in Vinewood Hills. Rijdt u alstublieft prio 2. Ja, een kijkje nemen. Gaan wij, Kim, ga ik. Overlast. Veel voorkomende melding lijkt mij. We gaan eens kijken waarom de overlast is en wie overlast geeft. En dan sturen we ze ofwel weg of we houden ze aan. Ik denk ze is vrij. Spending $200 at this point. Well come by and I'll send someone to see you. We waren in de buurt, dus dat kan mooi uit. Ah joh, valt er wat mee. Hij loopt hier gewoon met dat ding over straat, dat lijkt me niet zo handig, maar voor de rest, hoppé, mag toch gewoon een beetje muziek maken. Blijf staan. Hallo. Hoi. Wat voor mijn ID'tje? Of controle nog? Ik krijg wel melden van overlast. Nou, lijkt mij niet zo'n heel groot probleem dit. Lijkt me alleen niet handig dat hij over straat loopt. Dat is ook geen stoep, maar ja, dat is misschien een reden om hier dan niet te lopen. Wat mij betreft vind ik het verder goed. Voor mij, ik ga hier verder niks mee doen. Ik ga lekker naar huis of wat dan ook. Loop niet te veel over straat. En ja, zoek je de snelste weg terug. Doei! Attention all units, clear code 4. No further units required. We have citizens reporting a civilian in need of assistance on Marlow Drive. Response code 2. Er is een poging tot verkrachting plaatsvinden hierboven. En dat mag niet. Ook hier weer snellen we ter plaatse. Dan zijn we in de buurt. De slachtoffer zo te zien. Goedendag. Blijf staan. Hallo. Oh, dat is naakt. Dat moeten we even blurren. Hallo. Goedendag mevrouw. Ben u oké? Agent, help me alsjeblieft. Een man trok me net in zijn auto en probeerde me te verkrachten. Heeft u enkele informatie over hem? Ja, hij reed in een black exemplar met de plate numbers. Oké, dus ze reden een zwarte auto met 85U op het begin. Oké, we gaan hem proberen te vinden. Ben u gewond? Ik ben oké, ik wil alleen naar huis. Kun je voor mij een taxi bellen? Ja, tuurlijk. Nou, ze liep een beetje raar. Ik ga even een ambulance deze kant op laten komen. En daarmee bedoel ik dat ze liep een beetje heel wiggelwaggel, dus ik wil even laten nakijken of daar niet nog meer aan de hand is. Oh, ik moet natuurlijk die auto nog vinden. Of is dat niet mijn taak meer? Mee of zo. Ik heb het gemist. Oh, wacht. Target vehicle license plate 85 Union John King 006. Het voertuig is in ieder geval al gespot. Maar zij, mevrouw gaf aan 85U. En inmiddels is het hele kenteken al bekend, dus dat is mooi.
Ik weet alleen niet hoe. What the fuck do you think you're doing? Dag. Even handen op het stuur laten. Kiflan, citizen. ID zien. Mag even uitzoeken voor mij. Even handen omhoog. Oké, okay. Je hebt het zelf door. Je mag omdraaien. Handen op je rug doen. Je bent dus aangehouden. Wow, shit. Lekker pik. Wapen, vuurwapen, help, ja, geen spoedassistentie, hij is al dood. Want hij kreeg een hartstikke harde klap op zijn hoofd. Lekker man, Kim. Lincoln 18. We have vehicles ranging in Vinewood Hills. We gaan voor de laatste melding, we komen Vinewood Hills niet meer uit. 1202 OC, we komen eraan. Attention unit 6, Lincoln 12. We have a possible stolen vehicle in Burton. Rijd alsjeblieft prio 1. Oh. Proceed with caution. Begrepen een beetje verkeerd, maar we gaan dus nu prio 1 naar een melding waar een emergency car checking plaatsvindt. Oftewel, er is een ik dacht het is een noodsituatie autodiefstal, dat dacht ik, maar dit is dus een autodiefstal van een voorrangvoertuig. Dus er wordt een ambulance, brandweer of politieauto gestolen en car checking is geloof ik gewoon tot iemand erin zit en tot die eruit wordt getrokken en het auto wordt een beetje een Grand Theft auto. Want, maar dat weet ik niet zeker. Ja, het voertuig rijdt dan. Te horen is een politieauto. Dus waar ligt een sirene dan aan? Een Camaro-auto. Die is gejat. Achtervolging. Zo jammer, hè? Echt kun je geloof ik echt een voertuig zo goed klem zetten door ernaast te gaan staan en beetje schuin er tegenaan te rijden, maar hier rijden ze gewoon zo alsof ze glijden langs je. Goed pitje, jammer dat er een burger bij betrokken werd. Dat was een geschoten, uitstappen. Hey, jou hebben we net aangehouden, maar dan met andere kleding aan. Samen blijven. Kunnen we met de taser staan blijven, wilt getaserd. Get the fuck down, please! Heel goed. Toppie man, je bent aangehouden. Ik ben niet om het verplicht, je bent recht om advocaat. Ik ben begrepen. Oké, helemaal goed man.
dan spot je deze kanaal en ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan!